Kok van Dijk, dit is de derde avond, denk ik, van de cursus die jij geeft hier op DVS aan jeugdtrainers. Ja, dat klopt. Het is eigenlijk al de zevende avond. 2 jaar geleden heb ik al de eerste cursus gegeven hier. En nou, ik heb begrepen dat het goed bevallen is. Je bent met DVS in aanraking gekomen, dacht ik, tijdens het internationale voetbaltoernooi hier. Dat was toen een heel bekend toernooi. Met Barendrecht waren jullie hier, geloof ik, hè? Ja, ik ben 2 periodes hoofdopleiding geweest bij Barendrecht. En een van die perioden was inderdaad de tijd van het internationale toernooi van DVS. En daar, zoals het toen nog heette, zijn we met C1 en B1 een aantal jaren geweest. Fantastisch toernooi. Kamperen en voetballen. En echt mooi. Dat is een schitterend toernooi, inderdaad. En je bent ook met clubs als Feyenoord en AZ in aanraking geweest? Ja. Ik ben al heel lang jeugdtrainer. Trainer in het algemeen. Ik heb ook senioren getraind, de tweede klasse. Dat heb ik maar 2 jaar gedaan, omdat ik voel me toch echt een jeugdtrainer. En ik heb eigenlijk vanaf het begin gewerkt met Wiel Korverhoeverstof. Toen hij heel lang geleden met zijn videoband en zijn televisieuitzending begon, toen ben ik, sprak mij erg aan. En toen ben ik zelf nog gaan oefenen. En toen ben ik nog een betere voetballer geworden. Dus dat ik dacht van dat moet ik gaan gebruiken. En dat heb ik bij al mijn clubs waar ik gewerkt heb. En dat zijn Barendrecht, DHC, ACA, Feyenoord. En ik ben inderdaad een jaar jeugdtrainer geweest, techniektrainer bij de jeugd, bij AZ Alkmaar. En techniek is uiteindelijk, dat is met Wiel Korver natuurlijk ook doorspekt, is wel heel belangrijk. Ja, er is een kreet, die gebruik ik ook in de cursus. Winnen, vraagteken, leer eerst eens voetballen. Ja, en wat is voetballen? Voetballen is balgevoel hebben, met een bal kunnen omgaan, een mannetje kunnen passeren. Een goede paas kunnen geven. En een goede vreeftrap op het doel kunnen schieten. Nou, kortom, wat is niet techniek in voetbal? Je bent zelf natuurlijk ontzettend intrinsiek gemotiveerd. Zo kom je ook over. En dat probeer je over te brengen aan de aanstaande jeugdtrainers. Of de trainers, zeg maar, van DVS 33. En dat is wel heel groot goed. Dat is wel heel lekker, hè? Ja. Kijk, als je als jeugdtrainer niet echt goed gemotiveerd bent, dan kun je nooit een goede jeugdtrainer zijn. Je moet het overbrengen op de kinderen met enthousiasme. Want die kinderen die kun je enthousiast maken. Niet door met je armen over elkaar te gaan staan. Of met je handen in je zakken. En op 1 plek te gaan staan. Voortdurend bezig zijn met die groep. Kinderen bij naam noemen. En op een hele positieve manier proberen om om de kinderen iets te leren. De cursusavonden bestaan uit een stukje theorie en het overgrote gedeelte praktijk, neem ik aan. Ja, een half uur, maar zoals je merkt wordt het meestal 35, 40 minuten theorie. En ik wil ook niet alleen dat trainers ook zelf iets kunnen op het veld, maar dat ze ook besef krijgen dat een training geven meer dan alleen is een paas geven of je moet een structuur aanbrengen, je moet methodisch kunnen werken, je moet met kinderen kunnen omgaan, verschillende leeftijdsgroepen, hoe doe je dat? Daar probeer ik zoveel mogelijk van mee te geven in dat eerste half uur. Het is mij in ieder geval al helemaal duidelijk geworden, deze theoretische uiteenzetting, en ik heb er van genoten en ik hoop dat het praktijkgedeelte ook net zo wordt. We gaan ons best doen. Sinds een tijdje heeft DVS 33 een methodiek, een manager. En dat is Herman Kok. En dat is toch wel een hele bekende figuur geweest bij DVS. Je hebt diverse jaren in het eerste gespeeld. Je hebt daarna heel veel gezaalvoetbald. Tennissend heb ik je ook nog meegemaakt. En dat is wel genieten. Maar dit is weer een hele andere functie. Herman. Ja, dat klopt. Voor mij ook wel verrassend, zeg maar. De term heb ik niet zelf bedacht. Vincent Vieste bedacht. Ik zou het meer, zeg maar, begeleiding voor het technische gedeelte van de training van onder de 11 en onder de 9 willen noemen. Maar dat is in feite wel wat ik nu aan het doen ben bij DVS.
daarmee wil DVS en met name dan de jeugdafdeling heel duidelijk kenbaar maken dat ze dat belangrijk vinden, dat die trainers van die jeugd onder de 9 en onder de 11, dat die ook echt werkelijk goed begeleid worden. Dat is leuk werk, Herman, denk ik. Ja, dat is nog wel erg zoeken, zeg maar, hoe we dat precies vorm gaan geven. Hè. Dat merk ik nu al heel erg. Een beetje experimenteren van hoe kun je dus ook daadwerkelijk, zeg maar, de trainers bereiken. Hoe kun je ook daadwerkelijk genoeg zien van wat er allemaal gebeurt om uiteindelijk ook tot een beeld te komen dat je denkt, nou oké, we hebben een beetje een beeld, we hebben het ook onder controle, zodat er ook in die fase, zeg maar, genoeg aandacht aan techniek en met name aan de tweebenigheid wordt gegeven. Daar zover zijn we nog niet, maar daar werken we wel aan, ja. En daar zijn zulke avonden als vanavond onder leiding van Kok van Dijk natuurlijk wel zeer nuttig. Hè? Ja, dat denk ik wel. Want in feite is dit waar het over gaat. Dit is ook het boek wat ik heb en dit is ook de oefening uit dat boek. Dat zijn ook de oefeningen, de technische oefeningen die in de trainingen terug moeten komen. Dus de trainers krijgen daar een filmpje over, dat kunnen ze zien. En dat is dan het stukje ook wat ik verzorg, zeg maar, onder andere. Maar in feite is dit waar het om gaat, ja. Het mooiste is het idee erachter dat als ze op 8 jaar binnenkomen, dat ze eigenlijk niet beter weten dan dat ze met technische opleidingen worden geconfronteerd. Vooral tweebenig, maar ook dat het, net wat Kok ook zei, als je de bal aan kan nemen, doe dat dan ook vooral. Het geeft je zoveel controle. Nou, als je daar op die leeftijd mee begint, en je zou dat consequent in je organisatie goed hebben vastgelegd, ja, maakt dat een verschil. Als ze 13, 14, 15 zijn, dat kan niet anders. Het is prachtig dat je als een van de betere voetballers van DVS ooit dit werk weer aan het doen bent, Herman. Dat vind ik echt heel erg leuk om mee te maken. Ja, ik ook. Nee, dat vind ik ook grappig als was ik het niet gaan doen. Herman, bedankt. Ja, graag gedaan. Okay.